Ding, ding. Elke keer heb ik aangegeven, jongens, als er bepaalde dingen zijn die we moeten bespreken, bespreek het. En elke keer krijg ik weer de deur voor mijn neus. Dat is niet het woord. Er is maar één keer bij ons binnen geweest. Eén keer. Nu ga ik een plat spreken, maar er is maar één keer bij ons binnen geweest. Heeft u nu ook altijd al rijdende rechter willen zijn? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boem, klap, het was het. Ga iemand niet zitten zieken. En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Ja, wat moet ik daar nou mee? 10 jaar ruzie. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar dit is voor de families Hornes en Kusters toch echt de realiteit. En de laatste 3 jaar is het alleen maar erger geworden. Toen Hornes eindelijk de vergunningen kreeg om zijn huis te bouwen. En beide families hebben enorm veel grond achter hun huis. Maar door al die ruzies gunnen ze elkaar geen centimeter. Sterker nog, de familie Kusters weet zeker dat de eigendommen van de buren op hun grond staan. Eigenlijk vanaf dag 1 dat ik het gekocht heb, ja, tot er gelijk van hun kant uit ruzie werd, kwam en moeilijk gedaan en een milieudiensten op mijn dak gestuurd en ja, ik weet niet wat ik allemaal hier heb gehad in al die jaren. De gemeente, tot aan de provincie toe, de milieudiensten. Eigenlijk alle aanvragen wat we hebben gedaan betreffende de bouw, overal protesten tegen aangemaakt. Het is jammer, als je 30 jaar hier woont, en er komen mensen naast je te wonen en die van de eerste dag af zijn die al, we zorgen je al heel veel trammeland. Het feit dat ze daar op een gegeven moment 9 tot 10 paarden in de stal hebben staan, of in een loods voor, dat we 's nachts de ogen niet kunnen dichtdoen. Dat ze daar mest hebben, een hoop mest, waar de ratten op afkomen. En als je dan daar wat van zegt, dat ze een grote mond terug hebben. En dat je dan voor ons gezin dan vooral alles uitgemaakt wordt. Ja, op de een of andere manier moeten ze dan altijd achter de rug om naar de gemeente toe stappen. En dan confronteer je ze daar vervolgens mee. En dan zeggen ze, ja, we hebben geen bezwaar getekend. En als je dan vervolgens zegt, ja, welke andere meneer Kusters van de schoolstraat? Ja, dan staat hij met zijn mond vol tanden. Hiervoor staat een instabiele muur. Tijdens de bouw hebben ze afgesproken dat die afgevlakt werd. Daar hebben ze gewoon laten liggen hoe het lag. En dat ligt nu al 2 jaar. Hebben ze ook niet meer naar omgekeken. Als we hier moeten zijn voor de kast schoon te maken, dan kunnen we er niet door, want ze hebben alles dichtgezet. Er hebben palletjes gestaan en ja, ijzeren balken die paarden, koets hebben ook een gedeelte omgeschoven gehad. Dat stond eerst helemaal richting de zijde van de kast. En dat staat eigenlijk instort. Dit. Ja, ik word echt boos van zoiets. Ik ben maar niet meer boos, dat vind ik best. Ja, daar word ik echt boos van. Zoals jullie zien, het terrein heeft eigenlijk altijd al zo erbij gelegen. Dus wij zijn van mening dat dit gewoon bij ons stuk hoort. Ik heb altijd zoiets van, ja, pratende mensen zijn te helpen. En ja, op de een of andere manier, ja, in mijn gezicht zeggen ze ja en achter mijn rug om zeggen ze nee. Ze willen niet meewerken. Ze willen niet meewerken. Ze willen verdomme niks. Ze willen niks. Dat is gekomen, denk ik, om die meshoop. Er lag 60 kuub mes. Ik moest mijn handel hier achter kwijt worden in de bloemenkas. Daar kwamen die mensen. Je had meer aandacht voor de zooi wat er lag van die mes als voor die bloemen wat hier stonden. En daar heeft hij een boete gekregen en daar spreekt hij ons nog hele dagen op aan. En daarvoor noemt hij ons ook NSB'ers. Ik zou ook niet weten wanneer ik dat zou moeten hebben gezegd. Nee, absoluut niet. En als dat dingen zijn die hem heel hoog zetten, ja, dan vind ik dat heel vervelend voor hem. Die twee zonen van mij, dat waren klaplopers. Die zijn toch dom. Maar ja, volgens mij gaat het daar helemaal hier niet over. Volgens mij hebben we gewoon een kadastraal probleem. En dat is wat ik hier probeer op te lossen. Zodat we vervolgens, hoop ik, gewoon op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Ja, dat heeft hem gepakt toen. Je bent geen NSB'er.
En ik heb ook geen Mongolen. De gemeente doet niks voor je. Niemand doet wat voor je. Ik ben geen NSB. Op een gegeven moment politie ingeschakeld. Die doen ook niks voor je. Kom die nood. Maak de loosheid. Zo word je gecruineerd. Nou is moeders goed en dan komen de kinderen aan de beurt. Ik zeg, dit is moeders goed en dan komen man en de zoon aan de beurt. Hè. We trammelen handen allemaal. Wij willen gewoon ons gelijk halen dat we die grond terugkrijgen. Wat ze nu hebben weer opgemeten. En dat hij gewoon aan die bloemenkast altijd kan werken. Goed, goed. Zonder problemen te krijgen iedere keer. Lopen en niet hoeven iedere keer te vragen waar aan de bloemenkast te komen. Rijdende rechter, onze eis is dat we duidelijkheid willen hebben van wie dat de grond betreft. Zodat we later een schutting kunnen plaatsen en door kunnen gaan met het realiseren van onze loods. Rijdende rechter, wij eisen dat het hekwerk wordt verwijderd. Dat de muur die instabiel is wordt afgevlakt. En dat achter langs de kas alles vrijgemaakt wordt en alles vrijgehouden wordt. Dat wij daar onze kas kunnen schoonmaken. Welkom hier in de studio. Ja, de een krijgt de hele tijd de gemeente op zijn dak. En de ander die wordt uitgemaakt voor NSB'er en Mongool. En dat raakt u enorm, dat zagen we net. Ja. En het raakt u nu weer, zie ik. Ja. Het zit heel erg hoog, hè, bij u. Ja, het heeft lang bij ons geduurd, daar, 10 jaar. Het duurt al 10 jaar. Het duurt al 10 jaar, hè. En van begin af aan. Het gesprek wil aangaan met meneer Hornes. Die schroefde altijd opzij, hè? Die wilde niet met u praten. Die wilde echt niet met ons praten. Kijk, ik heb de heer Kussers nooit voor NSB uitgemaakt. Ik weet wel dat hij dat wel gedaan heeft, maar ik persoonlijk dus niet. En ja, waarom of mij dat dan steeds verweten wordt, dat snap ik ook niet. En dan, ja goed, gesprekken aangaan. Ik sta er altijd, heb er altijd voor open gestaan, maar... Meerdere malen ben ik naar de buren toegegaan. En in je gezicht zeggen ze ja en achter je rug om zeggen ze nee. En ja, wanneer je meerdere malen op die manier met elkaar probeert een gesprek aan te gaan, op een gegeven moment houdt het voor mij ook op. Ja, maar u ziet het nu ook achter uw rug om. Huilen ze ook, hè? Ze hebben echt verdriet. En niet één, maar ik heb meneer, mevrouw en een zoon zien huilen. Dat vind ik nogal wat. Er is iets kennelijk wat deze mensen heel erg kwetst. Heeft u zelf een idee waar dat aan ligt? Ja, misschien dat jij dat beter kunt vertellen. Nou goed, de eerste dag dat ik ben omgegaan in de familiecursus om te zeggen dat ik de nieuwe buurman was. U wilde zich voorstellen, nou, netjes, ja. En nou, gelijk werd er over grond geroepen en ik kwam daar toch nooit te zitten. En je had alles te werk gesteld dat ik daar toch niet kwam te zitten. En toen was eigenlijk gelijk de toon gezet en die is 10 jaar zo gebleven. Ja. Nou, ik kwam... Dat is nou niet echt een warm welkom, toch? Nou, ik kwam dus kennis maken met mij en toen zijn we door die kast van mij naar hem zijn eigendom opgelopen. En te zeggen, je moet dat wel in orde maken met die grond. Ja. Maar er werd verder niks mee gedaan. Als je toen de tijd ons had ingegeven... Mag ik iets uitpraten? Ja? Ah, dit is ook al fel, hè, gelijk. Oh ja, maar ze valt mij in de reden en dat doet ze ook bij mevrouw. Maar hoort u wat meneer zegt? Want die zegt eigenlijk... Ja, de toon is wel gelijk gezet als ik ergens kom wonen. En de buurman zegt gelijk... Je hebt nog een stuk grond van me. Het is niet op zo'n manier gegaan. Want we zijn op een gegeven moment, hebben we dat verteld... en hebben we gezegd, dan gaan we naar de notaris. En laten we binnen de notaris regelen. We zijn naar de notaris gegaan. Meneer Hornes heeft een oproep gekregen binnen de notaris... en is niet bij notaris Bekkers komen opdagen. Dan gaan we het hebben over dat dossier wat daar op tafel ligt. Want dat is eigenlijk... wat jullie het meeste dwars zitten. Ja, goed, het spreekt voor zich dat ze alle stappen wat we ondernomen hebben... om daar een huis te realiseren, hebben tegengehouden. Op alle vlakken hebben ze een IMD op ons afgestuurd... een gemeente bezwaarschriften getekend. Maar wat zit erin? Kunt u eens even maken? Wilt u hem eens openmaken? U mag rustig zien wat er allemaal in staat. Nou, vertelt u het mij maar eens. Nou, dat is het dossier. Ik zie ervan. Er staat een aangifte bij de politie in dat ik op een gegeven moment bedreigd ben geworden. Met Riek. Met Riek? Toen was die mijn zoon, die is er hierbij. Die was acht aan de bloemenkast aan het werken. Er was een heg aan het snoeien. Mm-hmm. En toen kwam zijn vader die kwam aan. En die was hem uitmaken voor Mongolen. En toen ben ik naar buiten gegaan. En toen heb ik Riek gepakt. En heeft hij gewoon ook geluk gehad.
Want ik laat niet mijn zoon door Mongool. Of ik in dit geval de NSB. Want ik heb niks met de NSB te maken. En ik ben dat totaal geen klote weet te maken. Maar je bent ons nou een beschuldiger van dingen dat mijn schoonvader heeft. We hebben het over die woonunit. Maak u zin eens af. Hij ons is een beschuldiger van uitspraken aan van dingen wat er zijn gebeurd waar wij zelf helemaal niks aan kunnen doen. En we zijn een keer op de gemeente geweest in verband met de sloopvergunning. Toen hadden ze ook bezwaar getekend. En toen namen ze ook die klapper mee. En dan denk je wel van, wat is dit? Waar zijn die mensen mee bezig? Nou, er moet gewoon een einde aan komen. En jullie krijgen straks een uitspraak. Doe het mee. Ik hoop dat het jullie helpt. En de grote vraag is, heeft Kusters nou gelijk over de grens van zijn stuk grond? Of kan Hornes de boel gewoon laten staan? En wat vindt u? Op uw laptop of tablet kunt u nu zelf op de stoel van de rijdende rechter gaan zitten. En de mannen van het kadaster staan weer klaar om de enorme erfafscheiding uit te meten. En de tegenpartij. Oh, komt u er niet gezellig bij? Ja. Dag, meneer Van Essen, onze vaste deskundige. Welkom terug. Dag. Hoi, Kusters. Dat is uw Kusters. Ja. Dit is uw huis. Het nieuwe? Ja. Het nieuwe. En dan, waarom staan deze hekken hier? Omdat er toch nog behoorlijk wat gaten is. En toch om eraf te schermen. Voor de veiligheid voor iedereen. Okay. Maar hoe lang staat het er allemaal al hier? We zijn drie jaar geleden begonnen. Ja. 3 jaar? Ja. Het kadaster. Welkom. U bent dat meter geweest. Ja. Hoeveel hebben we hier? Hier is het, op de schuur kan ik het wel aangeven. Laten we even naar de... De schuur is 1,28 meter. Zo, gaan we eventjes erheen lopen. Ja. Deze hoek. Ja. Ziet u daar die gele strijp? Dat is 1,28 meter. Dus daar loopt de kadastrale erfgrens? Daar gaat de kadastrale grens de schuur in. En dat is aangebouwd? Dat is aangebouwd. Tegen die muur? Hoe lang geleden? Langs de 34 jaar geleden. Ja. Dus als die muur weg zou gaan, als het helemaal weg gaat, dan heeft u een probleem. Dan hebben we natuurlijk een probleem. Maar ik wil even kijken in die loods, wat nou de kwaliteit van die muur is. Ja, ja. Kijk, van die betonblokken, die vrij grote blokken, is het opgemetseld. Ja. En er wordt dus via deze wand, via dit plafond, wordt die gesteund en afgesteund op de andere muur. Want de mensen hebben een sloopvergunning aangevraagd voor deze loods, maar dan wilt u die muur laten staan? Nee, goed, hij zal moeten blijven staan voor een carport natuurlijk. Ik kan niet het hele ding daar weg. Nee, dat is helemaal niet waar voor een carport. Het was de bedoeling dat zij dat hier af zouden breken en dat zij hier een woning zouden bouwen. En dan zou dit ook weggaan. Maar in verband met de economische crisis, heeft hij gezegd, hebben we geen geld voor alles in het geheel af te breken. En hebben ze dit laten staan. Ja, maar ik heb toch een sloopvergunning voor alles? Ik heb toch een sloopvergunning aangevraagd voor alles te slopen? Ja, maar en ik heb toch ook een sloopvergunning aangevraagd dat ik alles kon slopen en dat jullie de grond, wat jullie beweerden, voor jullie eventueel terug konden geven. Oh, dat is helemaal de nieuwe loods is er ingetekend op de originele kadastrale grens. Is er aangegeven? Nee. Zo is het altijd. Je moet ook begrijpen dat wij natuurlijk van vandaag of morgen aan een huis en een nieuwe loods kunnen gaan bouwen. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Maar dat wil dus wel zeggen dat we op dit moment hier een instabiele muur hebben staan. En dat kan de bouwkundige die kan beamen. En daar komen we dus, daarom ben ik even hier, dus daar gaat u nu even naar kijken. En wij wijze van spreken verantwoordelijk voor de problemen wat er ontstaan als hier mensen lopen. Ja, als je dit plafond eruit haalt en als je die dwarswand eruit zou halen, dan krijg je een instabiele wand. Zolang er nog wat dwarsstabiliteit in zit en hij afgesteund wordt via de balken van het zoldertje richting de andere muur, dan krijg je een soort doosconstructie en die is stabiel genoeg. Met andere woorden, als dit zo blijft staan, dan gaat hij niet omvallen. Nee, als hij zo blijft staan, niet. Nee. Gaan we onze ronde verder doen? Dat hekwerk staat, op 2010 staat dat hier. In oktober 2012 is het uitgebreid. Nou, ik denk dat ik het gewoon voor jullie veiligheid doe. Voor mij veiligheid heb jij geen... Dat boeit jou niet zo de meter. Want hier heeft het gestaan. Je ziet het nog goed. Het weggepakt heeft. Het best passen. Een troepje opruimen. Terwijl het snusse terrein erachter komt. Elke keer heb ik aangegeven, jongens, als er bepaalde dingen zijn die we moeten bespreken, bespreek het. En elke keer krijg ik weer de deur voor mijn neus. Dat is niet waar. Er is maar één keer bij ons binnen geweest. Eén keer. Nu ga ik een plaats spreken. Maar er is maar één keer bij ons binnen geweest. Dat ze ging
En die woonunit achter zit het beste van Muljoos geweest. We hebben weer gezegd dat is groot, dat mag ze. Okay. En we hebben weer toen gezegd... Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Het moest weer de gemeente komen ervoor. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil nu achterkijken. Ja, ja. Dit is zeg maar de oude lood. Dus dat is eigenlijk allemaal van de familie Kusters, kadastraal gezien. Kadastraal gezien. Dan komen we hier bij hun kas. U kunt aan alle kanten, kadastraal gezien, nog overal bij. Ja. Dan moet je maar eens kijken. Hoe... Dat is twee dagen geleden, is dat allemaal opgeruimd, is dat allemaal verplaatst geworden. Zou kunnen, maar nu kunt u erbij. Wij dachten dat de mannen van het kadaster plaats nodig hadden en daarvoor hebben wij het naar voren gehaald. Hebben ze die plaats niet nodig hier? Ja, zou kunnen. En dat hebben ze ook niet nodig. Oké, okay. We volgen het kadastrale grens bij een bouwsel. Ander schuurtje. Dat gaat... Dat is ook echt voorop. Helemaal voorop. En maar even binnen zo kijken. Dus als dat niet wordt gesloopt, gaat dat vanzelf. Ja, in 2003, toen familie Horne naar Schier kwam, hebben wij aangegeven ook dat het schuurtje instabiel was. En we zeiden, nou, dat laat ik inzakken. Ja, dat laat maar gewoon inzakken. Ja, dat zijn jullie woorden. Ja. Even kijken hoe we erachter komen. Ja, ja, ja. We gaan niet alles verzinnen, wat we vertellen. Zien maar wel. Ja, zien maar wel. Nou ja, het lucht goed door inmiddels hier. Ja. Misschien zat het wel voordeel dat het minder snel rot. Dat het minder snel rot. Dat er een beetje wind langs heen waait. Ja. Ja. Maar goed, dit moet weg, toch? Ja. Zijn we het er allemaal over eens? Zijn we het er allemaal over eens dat het weg moet? Ja. Als je dat nu zegt en het volgend jaar staat je nog, dan zijn we nog even ver. Ik heb de zaak hier bekeken. We gaan gewoon nu over de zaak praten op de hoorzitting. En ik verwacht u daar straks. Ja. Ja? Oké. Tot straks. Ja, tot ziens. Deze mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dus voor jullie de stelling, een torenhoge schutting van voor naar achter. En van achter naar voor, van links naar rechts. Helemaal mee. Dat lijkt de oplossing. En dan moet er ook nog een checkpoint kadaster komen. Zoals checkpoint Charlie bij de Berlijnse Muur. Want ik ben weer verbijsterd over de agressie. 10 jaar lang, waar gaat het over? En jij denkt dat de muur dat oplost, Frits? Nee, het lost het niet op. Maar dan is in ieder geval, zijn die mensen van ook die mensen moeten uit elkaar gehaald worden. Dan zien ze elkaar niet. Nee. Dat kan schelen. Elisabeth. Het is mij niet duidelijk of er nu een sloopvergunning is verleend. Maar wat me wel duidelijk is geworden, dat de relatie tussen beide buren volledig gesloopt is. Die is volledig gesloopt. Gerda, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind dat al zo vervelend. Die jonge mensen die krijgen gewoon de gelegenheid niet om hun werk af te maken, om het leefbaar te maken voor allebei. Daar gaat alleen maar, je krijgt van alle kanten krijg je alleen maar commentaar. Dit zijn mensen die hebben zulke lappe grond. En dan nog weten ze, dus zo zie je maar dat het vaak niet aan het probleem zelf ligt, maar aan de mensen. En dat zie je nu ook. Ja. En dit zijn mensen die over een centimeter volgens mij nog problemen kunnen maken. Gewoon duidelijk kijken wat de afscheiding is, daar gewoon inderdaad een groot hek neerzetten. Nee, maar dat hek helpt ook niet tegen die paardenoverlast. Nee, wat ik ook raar vind, in het begin werd er gezegd, de toon was gezet, hè, ze komen kennis maken, dat iemand dan gelijk over grond begint. Dat mijn buurman dat zou doen, zou ik denken, nou, en bedankt, hè, lekker welkom. En mensen gaan roddelen en die gaan dat dan vertellen aan ze. En daarmee hebben zij een beeld gecreëerd van hun nieuwe buren die ze niet eens kennen. Dus er wordt hun niet de kans gegeven om een toekomst op te bouwen, om een leuke buurman te zijn. Ja. Dat vind ik een beetje zielig. 1-0 achterstand. Als je zo landelijk woont, dan is er dus alle ruimte en dan kan je ook verwachten dat mensen paarden nemen. Ja. Of koeien. Ja, want anders ga je niet landelijk wonen. Ga je wel meer in de stad wonen. Nou goed, tijdens het locatiebezoek zagen we al dat de muur van de loods ook de muur van de winkel van Kusters is. En als de loods wordt gesloopt, dan ligt de buitenmuur van de winkel eruit. En tijdens de hoorzitting wordt duidelijk wat onze deskundige de beide families adviseert. Welkom, we zijn hier in de Biesenhof. En aan de orde is de zaak van de familie Hornes tegen de familie Kusters. Ja, u bent heel boos op ze. Dat is duidelijk. Ik ben boos. Ik snap het probleem in zoverre wel dat als ik naast u zou wonen, dan kreeg u ook ruzie met mij vanwege die voortdurende bouwproject. Ja, oké, maar u moet zich wel natuurlijk voorstellen dat zolang dat wij daar al zitten, hun elke keer iedere kans hebben aangegrepen om naar de gemeente te gaan, om naar de provincie te gaan, noem maar op. Dan kom met die bewijzen. Het is begonnen met de paarden. Is begonnen met de paarden. Maar is hij niet eerst langs geweest dan? Alblieft. Is hij niet eerst omgekomen?
Want u zegt dat u om bent gegaan dat ze toen al zeiden, ja, we gaan je wegpesten. Nee, dat is helemaal niet waar. We hebben niemand weggepest. En ze hebben gewoon gezegd, wij gaan er alles aan doen om alles tegen te houden. Dan en dat is 7 jaar lang gelukt. Dan moeten jullie maar eens bewijzen aandragen waar dat staat dat wij jullie 7 jaar het hebben tegengehouden voor te bouwen. Maar het klopt. Draagt die bewijzen maar eens aan van de gemeente. Maar het klopt dus wel dat van het begin af aan het al bonje was. Ja. Gelijk eigenlijk al is er gedoe. Toen stond er nog verder helemaal niks, enkel die oude loods. Toen was het nog een oude loods. Ja. Toen bent u een bouwvergunning gaan aanvragen. Ja. En heeft u daar bezwaar tegen gemaakt? Nee, tegen bouwvergunning hebben we geen bezwaar tegen gemaakt. Nou ja, naar mijn weten is dat wel degelijk door hun geroepen en wij gaan zorgen dat daar nooit een huis met paardenstallen komt. Maar dat huis is gebouwd. Ja, gelukkig wel. Er is vergunning voor verleend. Na 7 jaar. Ja. Maar waarom heeft het zo lang geduurd dan? Ja, omdat van de kant van familie Kuster telkens weer van alles werd tegengehouden en weer bezwaar werd gediend. Maar dan wil ik wel graag de bewijzen van de gemeente van jou zien wanneer wij bezwaar hebben ingediend. U heeft een sloopvergunning aangevraagd. Ja. Heeft u nog bezwaar gemaakt tegen die sloopvergunning? Nee, we hebben geen bezwaar gemaakt. Oh, dat weet ik zeker dat u het wel gedaan heeft, want dat heb ik hier de stukken van. U bent ook bij de bezwaargeschriftencommissie geweest. Het huis hebben we geen bezwaar gemaakt. Hè? Dat is het huis wel tegen de sloopvergunning voor die loods. Daar heeft u bezwaar tegen gemaakt. Dat ze het vergeten. Nou, ik heb best wel een goed geheugen, maar we zijn nu al eens een keer bij de gemeente geweest en er was iets van een hoorzitting ook weer. Ja. Maar is dat toen ook... Dan ben ik niet bij geweest. Carlo. Dit duidt dus ook alweer aan dat ze gewoon tegen alles bezwaar tekenen, al wel weten ze nog eens waar ze bezwaar tegen tekenen. En dat duidt dus ook alweer aan dat ze dus gewoon al die tijd alles hebben willen tegenhouden. Ik zie hier, op 11 augustus is er een bezwaarschrift binnengekomen, ingediend door de heer H.N.I. Kusters. Dat bedoel. Dus u heeft echt een bezwaar gemaakt. Ja. Maar ik heb een beetje het idee dat de gemeente een soort kleuterjuf ertussen wordt gezet. En die moet dan... Maar dat werkt niet. Nee, want dat heb ik ook al diverse malen gezegd. Jongens, kom naar ons toe. En wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de gemeente. Dan krijg ik een brief van de gemeente. Er is een brief gekomen van de familie Kusters. Dan ga ik van naar de buren toe om te vragen... waarom zijn jullie naar de gemeente gegaan? En wat zeggen ze dan? We zijn niet naar de gemeente geweest. Jawel. En als ik dan vervolgens zeg... ik heb een brief gekregen waarin staat... H. Kusters is bij de gemeente geweest... Ja. En dat is met de hekken zo, dat is met de keet is dat hetzelfde geweest. En zo blijf ik elke keer opnieuw blijf ik naar de buren gaan en zeggen ze elke keer ja. En dan draai ik mijn rug om en dan krijg ik nee. En dan komen ze met een grote mond en ik wacht je 's morgens vroeg wel eens op als je dat naar... Dat heb ik nooit gezegd. Nee, jij niet. Maar die man bij jou, die heeft dat wel gezegd. Maar goed, er moet een oplossing komen. Ja, er moet zeker een oplossing voor komen. Ja, daar zit wel voor ons zit de oplossing erin, dat we dadelijk weten... van waar ons perceel nou eindigt en begint. Wat dacht u zelf? Nou, waar de beton begint, daar begint ons perceel. Zo loopt de loods ook door en ze lopen ook achterdoor naar het schuurtje. Waar denkt u dat de grens loopt? Zoals het kadaster heeft opgemeten. Maar dat is dwars door die loods heen? Ja, en dat is altijd geweest. Maar toch een beetje raar dat die loods dan over de erfgrens is gebouwd. Dat was vroeger, hè? Want toen u daar kwam wonen was het toch ook al zo? Maar nou doet zich een probleem voor, want het is al heel erg lang geleden, een verjaring en dergelijke. Maar er is nog eventjes, nadat de familie Hornes gekocht heeft, is er nog even een ruilverkaveling overheen gekomen. Meneer van het Krast, ja. Ja, die is, heb ik begrepen, in 2009 afgerond. Ja, zover ik het weet wel, ja. En dat wil zeggen, op dat moment is het helemaal vernieuwend. Ja, maar niemand heeft het ooit gemeld bij de ruilverkaveling, dat er een loods over de erfgrens stond. Die heeft allemaal gedacht, die ruilverkaveling gaat ons niet aan. Niet bij nagedacht. Nee. Niet bij nagedacht. Nee. Ja, wat is volgens u de oplossing? Nou, dat hekwerk wegkomt en dat we voor ons, mijn man, fatsoenlijk met de auto kan inrijden als hij aanhanger aan alles erachter heeft. En dat achterom dat alles vrijgemaakt wordt en dat we onze grond, dat we dan alle tijden zonder hun te vragen op ons eigendom mogen komen, achter. En als dat nou zou betekenen dat ze die loods inderdaad helemaal gaan afbreken en dat uw bouwsel daar, of uw... winkeltje zonder muur komt. Ja, dan moeten ze zelf zorgen dat dat iets langs opgemaakt wordt. Dat het stabiel wordt, die winkel. Waarom? Ja, ons zak ons hele winkel in. Ja, maar in uw visie staat hun loods op uw grond. Ja. Dan is het toch prachtig dat zij die loods weghalen? Dat is zeker prachtig. En waarom zouden ze dan nog bij u een muur moeten metselen? Want... Goed, dan moet daar nu een muur te ons worden geplaatst. Nee, oké. Ja, maar dan gaat dus wel die hele grond gaat dus naar ons terug. Dat zou een oplossing zijn. Ja. Dat is een oplossing, ja. Ik kijk even naar onze deskundige ingenieur Borges. Ja, die loods helemaal afbreken. Weg die oude troep.
dan hebben zij een probleem met hun carport en hun winkeltje. Hoe moet dat dan? Nou, die carport zou je kunnen opvangen met een kolom. Dat zie je heel vaak bij een carport. Dat je één paal neerzet waar een dwarsbalk aanhangt, ja, waar dan de kap weer aangehangen wordt. Ja. En de wand van de winkel, laat ik het zo maar even noemen, die zijgevel, daar zullen ze toch een stuk muur weer moeten creëren. En het is altijd allemaal wel mogelijk. Je kunt die muur weghalen, tijdelijke ondersteuning creëren in de winkel en weer een nieuwe muur neerzetten. Ja. En het ziet er ook beter uit als het nieuw gemetseld wordt. Ja. Dus uw probleem opgelost. Nou, en uw probleem eigenlijk ook opgelost op dezelfde manier, behalve dan dat u dan de erfgrens een meter of wat verder wil. Als dat zo is, dan is dat zo. Nou, tot mijn plezier eigenlijk, genoegen moet ik eigenlijk zeggen, toen ik bij u binnenkwam, was het een en al agressie. En er ontstaat enig ontspannen sfeer hier in de zaal. Komt ook de uitstraling van u. Nou, ik denk dat het zo is dat u eigenlijk nog nooit op deze manier met elkaar gepraat heeft. Nou goed, u heeft net gezien hoe het net ging. Ja, volgens mij waren toen ook heel netjes en correct. Ja, maar tot en waarom tot nu toe... dat dan de vlam elke keer in de pan slaat, ik weet het niet. Nou, tot nu toe is eigenlijk via de gemeente te communiceren. Die heeft nooit in de pan geslagen. Maar... Kijk, het kan opkomen dat dus die vlam in de pan staat al 10 jaar. Al 10 jaar. Gefrustreerd zijn, hè? Met zoiets moet leven. Dat is niet leuk, dat gaat op je inhakken. Nou ja, u heeft het nu kunnen vertellen allemaal, wat u van ze vindt. Je wordt naar je geluisterd. En de buren maken ook niet de indruk dat ze de zaak willen traineren. Integendeel, die hebben juist gevraagd om een oplossing. Ja. Dan gaan we die geven. En heel snel. Ik verwacht u binnen niet al te lange tijd terug in Studio en Zandam. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja, laten we gauw naar de uitspraak gaan. We willen weten hoe het zit. En vliegt u nou ook tegen de muur op omdat uw buren u zo verschrikkelijk dwars zitten? Of heeft u een heel ander probleem? Meld u zich dan aan, want wij lossen het voor u op. En de kijkers thuis die hebben hun uitspraak inmiddels gedaan. En die ziet u nu. Maar er is er maar één die het echte oordeel velt. Hier is die, meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie Hornesch tegen de familie Kusters. Ja, de door het kadaster uitgemeten erfgrens is de enig juiste. Verjaring is niet aan de orde, omdat die niet is ingebracht in de ruil van kaveling. Dat betekent dat loods en houten schuur inderdaad voor een deel op de grond van Kusters staan. Die loods en die bouwvallige schuur, die kunnen en moeten weg, zoals partijen eigenlijk ook beide willen. Hornesch moet dat nu eindelijk eens gaan doen en Kusters moet dat zonder verdere trammeland eindelijk gaan toelaten. Kusters moet daarbij zelf zorgen voor een behoorlijke afwerking van de dan vrijkomende uitbouw en carport. Ook de bouwhekken moeten weg. Niet alleen de hekken die nu op de grond van Kusters staan, maar ook de andere. Die foeilelijke hekken staan er al immers al veel te lang, hinderen de buren en verpesten het uitzicht. En houden daardoor het burenconflict gaande. Dat moet ophouden. Hornesch die plaatst maar een gewoon hek om mensen uit de tuin te houden. Ook overigens moet familie Hornesch ervoor zorgen dat er geen spullen meer worden neergezet op de grond van Kusters. Het beste kan Hornesch de beloofde schutting plaatsen op de door het kadaster uitgemeten grens, waarna ieder aan zijn eigen kant van de schutting blijft. Dan heeft Kusters alle ruimte om de kast te onderhouden en kan Hornesch zijn kant helemaal volleggen met alles wat hij er neer wil leggen. Kortom, partijen moeten de kadastrale erfgrens respecteren, ieder aan hun eigen kant blijven, loods en schuur moeten worden gesloopt en de bouwhekken gaan weg. Ik hoop dat partijen op die manier in de toekomst wellicht samen in vrede verder kunnen leven. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, u heeft eindelijk duidelijkheid. Ja, gelukkig wel. Eindelijk. Ja, want u heeft op veel punten gelijk gekregen. Pak van ons hart. Een pak van ons. En voelt het als een overwinning? Nee, als een opluchting. Als een opluchting. Dat eindelijk uitspraak is. Ja. Dat was, weten we al toen zijn. Ja. Ja. Ja, en wanneer gaat u aan de slag? Want er is behoorlijk wat werk nu te doen. Ik denk volgend voorjaar. Nou ja, de bouwwerken gelijk. Ja, die gaan weg. En de sloopwerken zijn in de schuur, want de nieuwe bouw stond toch gepland op het voorjaar. Ja. Dus de bouwwerken zou ik sowieso zondag beloof ik dat ze weg zijn. Oké. En ja, de sloop voorjaar. Ja, ik voel wel een soort zachte benadering ineens.
Zijn we misschien toe aan een nieuwe kennismaking? Gewoon een hand. Ik hoop het. En zeggen we van nou, welkom. Buurman. Dit was Terrein de Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dat is eigenlijk het beste naam, maar... Iedereen is anders. Gelukkig wel.